13, het is vandaag vrijdag de 13e. Kennen ze dat in Duitsland ook? Ja, natuurlijk kennen die vrijdag die 13e, maar die zijn niet bijgelovig zo hier in Holland, nee. Jij, ben jij ook niet bijgelovig? Nee, niet, nee, 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 ik niet, nee. Ook geen geluksgetal? 13. Hoe was het optreden net? Nou, dat gaat wel zeer tol waar. Ze hebben alle goed meegemaakt, alle meegezongen. Wat moesten we nog meer hebben? Zo in een volle zaal met schöne mensen daar en die alle meedoen. Ja, dat is ganz schön. Ja, maar je zong ook Engels. Je zong ook Engels? Ja, natuurlijk. Otto kent Duits, Engels. En Nederlands steeds beter. Ik ben niet zo goed zingen, maar praten gaat ook steeds beter. Maar komt er nog een keer een Nederlandse single? Ja, over 20 jaar denk ik. Dan al? Ja, dan al, ja. Je werkt samen met Emiel. Album is onlangs gelanceerd. Waar ben je mee in de toekomst mee bezig? We zijn bezig met een nieuwe single, komt eraan. Dat wordt een beetje zo wie Jannes, de Zevende Hemel, zo op tempo. Dat wordt zijn misschien een nieuw album. Maar ja, dan weet ik nog niet of ik dat het nut heeft. Je bedenken, kost veel geld natuurlijk. Maar zo komen sowieso nieuwe nummers. 3 of 4 per jaar maken wij dat. Maar ja, jij hebt toch geld genoeg? In een clip zie ik je met die dure Duitse auto's rijden, dan verkoop je er nog eentje. Ja, kauf ik nog een. Maar in het leven is het niet alleen maar werken en geld uitgeven. Dan moet je ook met die kinderen zijn. Ik had Otto had ook 3 kinderen. Een schöne vrouw. En er is ook nog familie daar. En die moesten dat alles schon met. Ik ben nooit thuis, zeg maar. Dat ben ik hier benacht, denk ik, om dat minder te maken. Zo. Oh ja, dat lijkt mij een goed plan. Maar Mega Piraten, we zijn bij elk evenement aanwezig. Ja, ben ik. Jedes Mal bin ich dabei, 9-mal am Jahre. Nächstes Jahr wieder. Haben schon alle Kontrakte da. Und ja, Otto ist sehr schön auf dem Megapiratenfestival. Ich bleib hier bei den Megapiraten, ja. Altijd gezellig. Volgend jaar ook weer Österreich? Österreich bin ich auch, Westendorf, aber ich weiß nicht wann. Ich glaube im März, 16 März, glaube ich. Wir sind auch bei den Gebrüdern Co. in Deutschland. Wir gehen nicht mehr nach Griechenland dieses Jahr. Ja, noch viele Dinge machen wir. Okay. Na, Success! Auf Wiedersehen!